Welkom bij de leer van de negen meesters, the teaching of the nine masters. Ga rustig zitten of liggen en luister mee naar wat de meesters ons vandaag te zeggen hebben. De meesters zijn geen opgestegen meesters, geen Jezus, geen Boeddha of Mohammed. Iedere meester is een element, een krachtbron, een zon vol atomen. Er zijn negen van deze krachtbronnen, met ieder een speciale kwaliteit. I, Ja, Doi, Sa, Ki, Mai, Oya, Ti, Ai. De connectie samen geeft enorme krachtvelden. De meesters, we kennen ze al door de eeuwen heen, in allerlei hoedanigheden. En ze spreken weer tot ons, om uitleg te geven over vragen, en ook vandaag. Het is belangrijk dat je tot rust komt nu, en alleen maar luistert naar wat de negen meesters vandaag aan jou willen geven. We gaan ze uitnodigen, de negen meesters. Voor, achter, achter. Samen, negen sterren maken ze één. Als een vacuüm van licht naar boven. Wanneer je gaat zitten of liggen, en de negen meesters aanroept, voel je de energie. Doe je ogen maar dicht en vraag of ze willen verschijnen. Als een negenpuntige ster. En herhaal samen met mij de klanken van de namen die zij ons hebben gegeven. I, Ja. Doi, Sa, Ki, Mai, Oya, Ti, Ai. Kom rustig tot ontspanning. De negen meesters geven ons aan dat niets is wat het lijkt. Vandaag ook zullen ze jou een stukje vertrouwen meegeven. Vertrouwen. Diep vertrouwen in wie jij bent. De negen meesters willen jou vandaag begeleiden in de weg. Om vertrouwen te creëren in wie jij bent als mens. In wie jij bent als ziel. In wie jij bent als geest, in wie jij bent als wezen, in wie jij bent als alles. Ti mai mora chi za ti. Ti mai mora chi za ti. Niets is wat het lijkt en je mag vertrouwen gaan hebben. I. Ai, ai, sa, ke. I, ai, ai, sa, ke. De negen meesters willen vandaag iets belangrijks met je bespreken. Laat je helemaal leiden nu. Voel de vacuüm van licht. Voel hoe de krachtvelden om je heen zijn. En het lijkt alsof je in de wolken bent. Het lijkt alsof er voor even niets anders is. En de negen meesters willen vandaag met jou spreken over lijden. Lijden met een lange ei.
Maita. Het is belangrijk om je te realiseren dat lijden een keuze is van dit leven. En het is begrijpelijk dat daar weerstand op komt, maar dat geeft niet. Het is belangrijk om het tot je te nemen. Het is belangrijk om je te realiseren dat lijden een keuze is in dit leven, op dit moment, in jouw maakbare bestaan, zoals jij deze op dit moment hier ervaart. Lijden behoort, zoals de negen meesters dat zeggen, tot de eerste ring. Dit is een ring om ons heen. Dit is de ring die om de aarde heen zit, waarin wij gevangen kunnen worden. Waarin wij het gevoel hebben dat we er niet uit kunnen komen. Lijden is dezelfde ervaring als angst. Ai chik to. Dai chik ta. Hij die is en zij die ervaren. De negen meesters willen jou vandaag meegeven om te bevrijden, om jezelf te ontketenen, om jezelf los te maken van de beperkingen. Het is tijd. Het is tijd. Vandaag is de dag waarop je jezelf mag bevrijden. Waarop je de keuze mag maken. Dat lijden en angst op geen enkele wijze meer het grootste deel van jouw leven uitmaken. Dat je kiest om in vertrouwen te zijn. I nani ne. I nani ne. Je mag dit herhalen samen met mij. I nani ne. You ak tu. You ak tu. Mi sai do e. Mi sai do e. Mi ak te. Mi ak te. I ai sa da da. Pa ra i. Voel hoe alle energieën van anderen, dat je dat nu achter je laat. Voel hoe je zwemt in het water van licht. Voel hoe het lijkt alsof pijn, angst en verdriet en lijden uit je lichaam en geest en uit je systeem verdwijnen. En misschien vraag je je af, wie ben ik om dit lijden los te willen laten? Maar wie ben jij om het niet los te laten? Wie ben jij om niet voor jezelf de keuze te willen maken om bevrijd te zijn? Om te zijn wie je mag zijn, alleen maar dat. Alleen maar dat.
wanneer je jezelf toestaat om aangeraakt te worden, dan zul je direct een heling ervaren. Voel nu maar hoe de 9 rasters over elkaar gaan en zich vormen als een 9-puntige ster met jou in het middelpunt. Voel hoe elke vezel in je lichaam tot licht komt. Voel hoe letterlijk de duisternis eruit getrild wordt. En soms is de trilling zo klein dat die niet waarneembaar is, maar hij is er wel degelijk. Voel nu hoe de trilling toeneemt. Saida o, Saida o, Saida o, vol. Het is alleen maar te voelen. Vandaag is het tijd. Het mag. Het is tijd om te kiezen voor bevrijding. Het is tijd om te kiezen voor jouw realiteit. Het is tijd om te kiezen voor niets anders dan liefde. Voor niets anders dan te zijn. Je voelt hoe de druk toeneemt. Ija, ija, ija. Ija, ija, ija. Je voelt bijna alsof je vacuüm gezogen wordt. Je voelt de druk toenemen. En daardoor trilt letterlijk de duisternis van angst, pijn en lijden. Het trilt weg. Het trilt weg uit jouw systeem. Het trilt weg uit jouw zijn. Misschien word je overmand door een straal van liefde. Misschien is de druk zo intens dat je moet huilen of wil gillen. Het is oké. Zai oh ma, zai oh ma, zai oh ma. Zij zijn bij jou. Adi ok loi dai. Herhaal deze zin met mij. Adi ok loi dai. Adi ok loi dai. Adi ok loi dai. Ai dai. Ai dai. Mai di mai so. Mai di mai so. Mai di mai so. Mai di akola. Vraag om diepe bescherming van de meesters. Je hoeft niet meer te twijfelen. Er is geen reden meer tot twijfel, nooit meer. Voel hoe je volledig geheeld wordt. Voel hoe je volledig alles mag loslaten. Voel hoe herinneringen van dit leven en vele andere dimensies en andere levens, alsof je alles loslaat.
Alsof er niets anders is als dit ene moment waarin je in een raster van liefde zit. En alleen maar voelt hoe de duisternis eruit getrild wordt. Bijna alsof je op de kop gezet wordt en iemand je schudt dat alles uit je zakken valt. Het is belangrijk om je te realiseren dat alles wat je meemaakt en hebt meegemaakt slechts de ervaring van maakbaarheid is. Niets meer en niets minder. Herhaal dit met mij. Zai di, zai i, zai do. Zai i, zai di, zai lo. Zai di, zai i, zai lo. Accepteer het gekozen deel. Wanneer je vecht en blijft strijden, dan blijf je hangen in de angst en het lijden. En je mag nu gaan loslaten. Je mag nu gaan loslaten. Je mag stoppen. Je mag de strijd staken. Het heeft niets te maken met opgeven. Het heeft te maken met loslaten. Het heeft te maken met vertrouwen. Het heeft te maken met het accepteren van het gekozen deel van jou. Zai di, zai i, zai lo. Zai di, zai i, zai lo. Zai di, zai i, zai lo. Het kan zijn dat je nu de intentie van jouw komst hier op aarde tot jou krijgt. Het kan zijn dat doordat er ruimte vrijkomt, dat er andere gedachten komen. Laat het maar komen. Je bent veilig. Je bent volledig omringd in liefde, in het raster van pure licht en energie. Het is zo'n heldere, krachtige energie. Je hoeft alleen maar te zijn. Je hoeft alleen maar te zijn. Deze straal van liefde en de lichtstralen, ze zijn zo krachtig. Dat het kan zijn dat er andere ervaringen tot jou komen nu. En dat is oké. Je mag vrij worden. Je mag bevrijd worden. Vrij. Je mag letterlijk de ketens nu afgooien. En je voelt hoe je gaat opstaan van kracht. Je voelt hoe je letterlijk kiest en zegt: ik mag bevrijd zijn. Mi ak te. Mi ak tu. I na ni ne. I na ni ne. Mi ak tu, mi sai do e, mi sai do e, mi ak te, i ai sa da da, pai ra i, ik ben bevrijd en ik kies voor de ervaringen van dit leven.
maar ik laat de lijden en het angst laat ik achter mij. Want ik vertrouw, ik hoef alleen maar te vertrouwen en ik mag loslaten. Er is niet meer dan dat. Je hoeft niets anders te doen. De meesters zijn hier bij jou. Om je te helpen. En je weet dat alle antwoorden ook bij jou liggen. Je hoeft geen vragen meer te stellen. Je hoeft alleen nog maar te ervaren. Het is belangrijk dat je de hoop nooit opgeeft. Het is belangrijk om te weten dat je nooit meer alleen hoeft te zijn. En ook al komen dat ego en die aardse pijnen tot jou. Dat is nou eenmaal de realiteit van dit maakbare bestaan. Maar de meesters, wanneer zij tegen jou zeggen, vertrouw en twijfel niet, dan is dat geen opdracht. Dan is dat geen advies, dan is dat een opdracht. De meesters willen jou nu uitnodigen om tot jouw eigen goddelijke herstel te komen. En je mag de woorden herhalen. Tia da ma ki i zi a za za. Mai di, mai da. Dai i sa sa ka di. Dai i sa sa ka di. Je hoeft geen angst meer te hebben. Je bent volledig verbonden. Je staat nu in een zaal van licht. In de 9 sterren. Zo boven, zo beneden. Achter, achter. Dai i zai dai. Dai is zai da ma loa. Da i za da kazi. Je hoeft geen angst meer te hebben. Je mag kijken. En je zult zien. Het lijden mag je achter je laten. Vandaag heb je de ketens neergelegd. Vandaag ben je bevrijd. Vandaag heb jij de keuze gemaakt om te mogen zijn wie je bent. En ook al doet het aardse bestaan zijn intree weer, dan kan je weer de keuze maken. Zo zullen de meesters bij jou zijn, voor, achter, achter. Zo zullen de meesters jou omringen door oneindige liefde. Oneindige liefde. Jij bent een scheppend wezen met een ziel en een geest en een lichaam hier op aarde.
En je bent zo uniek en bijzonder. Mai di hada. Mai sai ko. Laat de illusie nu maar los. Laat de illusie van pijn en lijden los. Dai, di, sa, zai, kai, sa, sa. Laat het los. En sta op. Laat het los. En sta op. Dai, i, sa, sa, i. Da, loi, sa. Da, da, e. Sai, zai, do, wa. So, do, do. Maka. Laat maar los. Sta op. Sta op. En twijfel nooit meer. Wij zijn bij jou. Altijd. Altijd zijn wij bij jou. Kom tot rust. Misschien is het een rollercoaster geweest van emoties. Neem de tijd. Indien nodig, schrijf je aantekeningen op in je boekje. Dit zal de komende dagen nog doorwerken. Het kan zijn dat je herinneringen krijgt. Als deze herinneringen zich voordoen, hoef je alleen maar te bedanken en tot ziens. Meer niet en niet minder. Wordt het moeilijk, kan je eventueel deze of een van de andere meditaties terugluisteren. En vraag per direct waar je ook bent aan de negen meesters om jou te ondersteunen in een vacuüm van licht. In 1 seconde zullen zij per direct naast, voor, achter jou staan. Dank je wel voor vandaag. En we spreken elkaar snel weer.